En welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Escape Simulator spelen. Zoals je kan zien en misschien al weet van vorige aflevering, we hebben deze vorige keer gedaan. The Wizarding Journey Part 1. Ik heb een aantal andere mappies die ik nog leuk vind om een keer te spelen. Wizarding World Part Chapter 1. Dat is denk ik een beetje hetzelfde. Potion Class, The Leaky Cauldron, Streamers Home. Maar vandaag gaan we The Skeld Among Us, jongens. We gaan ontsnappen uit Among Us. Let's go. Easy. Ik ben überhaupt benieuwd hoe goed deze map gaat zijn. Maar we will see. Hopelijk werkt de map helemaal top. Welkom to the Skeld. An imposter sabotages the skip. You hear suspicious noises from coming from the med bay or nearby. You must go there. Do the task in each room to advance to the next one. Find the imposter and save the skip. Push the red button when you're ready to go. Okay. Oh my god. Ooh, lag. Hello? Lag? Even serieus. Het heeft ook gewoon de geluiden van Skeld. Oh my god. Met B. Er is maar één deur die we in kunnen. Kunnen we ook rennen? Ja. Oh, we moeten eerst hier uitzoeken. Wacht. Deze map lijkt me al niet normaal. Oh! Impasta? Impasta? Ah. Oh, waarom heeft dit zoveel lag? Jesus. Kijk, rood wordt daar... Ik heb een glaasje, ik heb een pizza. Kunnen we iets met die pizza? Hard prepared just for you. Carry me flat. Nee, oké. Okay. Wires. Oh, moeten we nou echt daadwerkelijk wires gaan doen? Wait. Hoe doe ik dit? Hoe werkt dit? Wait. Want normaal moet je toch dan... Oh. Oh, even kijken hoor. Want je hebt de wire tag. Dus je moet al die taken doen. Maar hoe werken de taken? Dat is een beetje... Oké. Okay. Dus we hebben nummers. Oranje. Huh. We hebben hier ook nog een boxje. Oh, hier zijn de wires. Oké, okay, wacht. Oranje. En die. Oké, okay, duidelijk. Oké. Okay. Oké, okay, dat is wel cool gedaan. Ja. Okay, hallo? Oh, there you go. There you go. Oh, ik heb geen roze. Oké, okay, wacht. Ik moet een roze hebben. Help. Het is wel echt vervelend dat ik dus best wel wat lag heb tijdens het lopen. Maar... Tja, we kunnen er nu niet zo heel veel aan doen. Boom, we did the wires. Oké. Okay. Oh ja, even kijken hoor. Maar wat is er met die onters? Hoe moeten we hier achter komen? Misschien met de wires of zo, dus. Like 0, 1, 1, nee. I don't get it. Help. Oké, even kijken hoor. Kunnen we op de knop drukken?
Ja, doet het iets? Oh, oké. Geel is 3. Oké, geel is 3. Ja. Oké. Oranje is 6. Roze is 2. Oranje is 6, roze 2. Oké. Oranje 6. We doen wel eerst roze 2. Oranje 6. En dan moeten we alleen wit hebben. Ah, nee. 9, oké, top. Dit is zo cool gedaan, though. Dit is zo fucking cool gedaan. Nee, 9. Oh, we opened the door. Epic. Oh, moeten we open gaan? Ja. Weapons, baby! Hoe moeten we weapons doen? Oké. We hebben dus een of andere joystick. How does this work? Kan ik zitten of zo? Gebeurt niks, hè? Nee. Oh, wacht. Er staat hier een 1. Staat er dan in elke hoek ergens een getal of zo? 1, 9. 4. Oké, 1, 9, 4. Oké, we gaan voor 194. 194. Dat deed niks. Oké. Okay. Misschien 419 dan? 419. Blijven. Oké, ze zijn blijven ingedrukt. En dan? Ik weet ook niet wat ik moet doen met die joystick. Oh. Oké, is er nog ergens een getal dat ik gemist heb of zo? Ik zou dat niet raar vinden om eerlijk te zijn. Want in elke hoek zat er één, behalve in deze. Dus heb ik hem niet gemist in deze of zo? Oh, daar, zie je? 5. Wow. Boom! Boom! Ik heb geen idee wat die joystick doet. Maar hey, we did it. Sick. Oké. Nu gaan we naar de cockpit. Oh, het schil. Oh my god. Is hier die een pa. Oh, blauw heeft cyaan gekild. Cyaan is meestal mijn kleur. Wat is dit? Oh. Oké, nu heb ik dit. One number is correct and well placed. Nothing is correct. Oh, dat is dat. Ja, oké. Hebben we dat hier nodig? Vast. Oké. Oh, dit is de. Dit? Oké. One number is correct and well placed. Nothing is correct. Dus de 8 is sowieso al niet goed. Two numbers are correct but wrong placed. Hè? Oh nee, wacht. We kunnen 6 of de 2. One number is correct but wrong place.
One number is correct and well placed. Two numbers are correct but wrong placed. Nothing is correct. Oké, okay, dus de 2 moet op die... die... Oké, okay, wacht. Dus op deze plek moet een 2. Oké. Okay. Zes moet er ook in. Alhoewel, nee, het kan ook een 0 zijn. Nee, ik denk 6. Dan hoort 6 op deze plek. Denk ik. The numbers are correct, but wrong placed. Nee, dit klopt dus niet. Dan is de 0 inderdaad goed. Dan is dit dus 0. 0. Two numbers are correct, but wrong place. Dus 3 of 5. En dan denk ik 5. Dan is dit 5. Niet. Ik moet nog een... Hè? De nummers zijn correct en wrong placed. Ja. Nothing is correct. Two numbers are correct but wrong placed. Oh. Ja. Oké, wacht. De 2 en de 0 even omrijden. Misschien... Nee. Oké, dan moet de 5 in het midden. En dan de 0 hier. 0, 5, 2. Ook niet. Ah, daar komen we op terug. Er zijn zoveel knopjes! Stress! Oh, nee, wacht. Ik zit verkeerd te denken. Wacht, dit is de eerste en dat is de tweede. Oké, okay, wacht. Oh, stop. One number is correct and well placed. Dus 6, ach. Dus de 6 of de 2. Nothing is correct. Oké. Okay. Two numbers are correct but wrong placed. Dus de 2 en de 0. Dus de 2 moet in het midden. Zo, ik gooi deze even op de 0. Zo. Ja, de 0 moet dus op die plek. Maar wat, moet het, wat is de laatste dan? What number is correct but wrong place? Ja, dat is de 1 of de 4. Right? Ja, dat denk ik wel. 4... Toch? 0 moet sowieso op die plek. One number is correct. Dan denk ik de 2. Maar het kan ook de 6 zijn. Ik zou nog kunnen zeggen dat het de 6 is. Dus dat zou betekenen... dat de 6 in het midden moet. Het is in plaats van een 2 en 6. Sorry jongens, ik ben erg verkouden. Jesus. En dan blijft er nog 1 nummer over. Dus... dat is de 2. Moet hier dan de 2 misschien? Ik weet het niet, ik ben... Ik kan dit toch ook als het goed is lokken of zo? Nou ja. Ah ja. Even kijken hoor. One number is correct and well placed. Wacht, dat is de verkeerde. Oké. Okay. Ik heb ze nu niet meer op
Goeie. Nee! Nee, klopt wel. Oké, top. Deze is moeilijker. Oké, duidelijk. One number is correct and well placed. Dus dat is de een van de drie. Ja. Two numbers are correct but one placed. Ja. Nothing is correct. Dus de 6 is niet goed. De 1 ook niet. Dus dat betekent uit de eerste is 2 en die is goed geplaatst. Dus dat is deze. Ja. Dan hebben we... two numbers are correct but wrong place. Dus dat is waarschijnlijk... Is de 5 en de 0. Dus die draaien we om. 0 en 5. Die. Deze is goed. Oké, okay, top. Nu die ander nog. Nu moeten we deze even goed krijgen. Oké, okay, even goed opletten. Nothing is correct. Dus er zit geen 7, geen 3, geen 8 in. Two numbers are correct but wrong placed. Oh, daar heb ik sowieso al een fout gemaakt. Oké. Okay. Maar er zit sowieso een 0 in. Sowieso. Want, ja. Dus ik denk... Maar het lastige is dat ik niet helemaal goed kan achterhalen of het de 2 of de 6 is. Al denk ik dat het de 2 is. Dus dat zou betekenen dat 2 inderdaad op die plek moet. En dan hou je 1 of 4 nou over. Dus... Dan denk ik 4. Dus ik gok 4 op deze plek. Yes. Oké. Okay. Die dingen glitchen als de tyfus, maar hey. Dit mag allemaal weg, hoppa. Yo, wie zit er in de vent? Oh, niemand. Oké. Okay. Maar we kunnen door, jongens. Hoppa. We going to shield? Yeah, shield. Oké, okay, next. Oh, ik vind het wel tof gedaan, hoor. Dit is wel echt die Among Us vibes. Oké, okay, even kijken. Oh, dit zijn de pets. Oké. Okay. Oké, ja, ik ben... Ik dacht dat ik meestal best wel goed in dit soort puzzeltjes was. Oké, okay, dus. Dit is dit plus dit plus dit. Oké. Okay. Robotje plus... UFO is 7. Maar robot min UFO is 1. Dus... min UFO is 1. Maar plus is 7. Dus dat betekent dat dit 1 is. Dus dat is 6. Als het goed is. Dus 1, 6. Waar moet ik dat überhaupt invullen? Komen we straks wel achter. Anyways. 6. Zas. Dus dit moet 3 zijn. Oké. Okay. En nu. Er zijn heel veel knopjes hier. Ik snap wel waarom er zoveel lag is. Want deze particles maken het nou niet echt fijn op mijn computer. Oh, wacht. Oh, ja. Yeah, I get it. Oké, okay, dus eerst die, dat is de 3. Oh, volgens mij, ja, oké, okay, 3. Robotje was 1. Dacht ik. Balletje is 9. 9. Nog eentje. Nog eentje. Nee, fuck, nu heb ik die 1 verpest. Oké, okay, 1. En UFO was 6. Zas. Niet goed. Oké, okay, wacht even. 9 plus 9 is 18. Ja. Dus dit moet samen 9 zijn. Hè? Oh, wacht. Ik weet al waar er fout in zit. 6 plus 1 is 7. Dus dit kan geen 3 zijn, dat was 2.
Niet? Heb ik de volgorde niet goed dan? Kan ook niet andersom zijn. Ik neem alles terug. Ik ben hier niet goed in. Oké, nog een keer. We hebben robot min UFO is 1. Dus... het moet aans wel 6 zijn, toch? Oh, nee, wacht. Oh, stop. Ik heb hem verkeerd gedaan. Dit is... Oké, dit plus dit is... Dus dit is 4, dat is 3. Robotje is 4. Ik zit helemaal verkeerd te denken, joh. Ik zie de commands al voorbij komen met... Op, op, je kan niet rekenen. Oké, sorry, jongen. Shield button. Did I do it? Epic! We did shield. Sick. Oké. Gaan we naar storage? Ik vind het echt ziek gemaakt. Ah! Het is roze! Wow! Help! Oké, dat is leuk gedaan. Ja. Oké, we hebben hier een dingetje. You should look under the green boxes. Purple may be able to help you. Oké. Oh, wacht. Kan ik ze niet in zijn weg zetten of zo? Dat hij ze omstoot? Zoiets? Bijna. Ik denk dat het wel zoiets is. Oh, dat glitchte. Oh, ja. Oké, top. Dus, dit is 1. Oké. Hier hebben we er nog 1. Ja, hij moet dus best een aardig aanloopje nemen. Om hem om te krijgen. Oh, yes. Lekker. Dit is 7. Ja. Oké. 1, 7. En... maar ja, dan komt nog de vraag in welke volgorde moet het allemaal. Nou, dat is zorg voor later. Lukt dat? Oeh, jezus. Agressief. 1, 7, 8. Als ik het goed heb. Als ik mijn Romeinse cijfer nog kan. 1, 7, 8. Dit is een vierletterige. Ik moet nog één hebben! Help! Er zit er nog één. Daar. Oh, dat is 5. Oh yes, let's go. We're going to electrical. Tenminste, ik neem aan dat we electrical moeten. Deze kunnen we ook even weggooien. Opa, leeg inventory houden. Waar zijn trouwens die tokens? Nee. Heb je meestal niet, volgens mij, een community. Dit is ziek gedaan. Moet ik lights fixen? Oh shit. Oh nee, niet zulke puzzels. Oh, ik ben hier slecht in. Oké.
Oh, nu is alles. Wat? Wacht, wat nou als ik dat omgedraaid doe? Dus, Oh nee. There we go. There we go. See? Easy. Ik heb geen idee hoe ik het gedaan heb, maar... Oh nee, niet nog meer puzzels. Maar ik dacht dat je echt al die dingen moest, zou moeten... Ja. Als rood. Maar daar ging ik een beetje van uit, dat je alles moest doen. Maar dat is niet... Geen wires hier. Oké. Okay. Die. Nee. One eternity later. Oké. Okay. Die. Nee, wacht. Deze. I don't know what I'm doing, but it works. Oh, can I vent now? Hallo? Hoe kan ik venten? Hallo? Is dit een plot twist? Ben ik zelf de imposter? Oh. Wat de fuck moet ik doen? Oh, wel met scan. Yay, let's go. Ik vind het wel grappig dat je dus echt speciaal. Oh nee, I found the imposter! De imposter! Oh nee! Can I report body? No. Help. De imposter! Oh nee! Is het mijn dood? Is mijn... Oh, I catched him! Haha! Haha! Oké, okay, who's the imposter? Pink sus. Brown it is. It's blue. Oh no! Neem aan dat dit zijn YouTube is of whatever. Vent imposter! Baba, my man! Je wordt van het schip afgegooid. Bye bye! You voted out the imposter. In mijn eentje. En nu? Woehoe! Ik vond het een leuk mappie! Het is. Een beetje jammer van de lag, een beetje in de map, maar ik vond het een leuk mappie. Zeker waar. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. We zijn ontsnapt uit van de imposter. We hebben de imposter gevonden, jongens. Hoe episch is dat? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat een zekere like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze video. Mochten jullie zelf ook nog leuke mappies hebben gevonden van deze game... Laat ze even weten, dan wie weet kan ik ze een keer spelen voor een video. En ja, dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!